Nu de Champions League weer is begonnen, is het ook weer tijd voor de grote sterren om op te staan. Wij belichten in deze video twee toptalenten waar we nog veel van gaan zien. Hij is al wereldkampioen geworden. Week in, week uit blinkt hij uit. We zijn er al bijna aan gewend geraakt, maar het is heel bijzonder, hè, wat hij op zijn 20ste nu al laat zien. Ja, tuurlijk, het is heel bijzonder wat hij laat zien. Hij is natuurlijk op hele jonge leeftijd doorgebroken. En dan moet je altijd nog maar zien, als je wordt binnengehaald door Paris Saint-Germain, of je dat weet door te ontwikkelen en als je dat hoge niveau weet te bereiken. En hij heeft natuurlijk op het WK geweldige dingen laten zien en is nu een van de belangrijkste spelers van Paris Saint-Germain. En heeft al ongelooflijk veel doelpunten gemaakt in de Champions League, in de competitie. En voor je het weet heeft hij in alle competities 100 doelpunten gemaakt. En we vinden het allemaal heel normaal, maar het is natuurlijk pas een jongen die net 20 jaar oud is. En al een heel hoog niveau haalt. En je hebt natuurlijk Messi, Ronaldo, Neymar. En hij gaat dat niveau waarschijnlijk aantikken. En misschien straks ook een gouden bal veroveren. Dat niveau moet je wel denken natuurlijk. Is hij in staat om Paris Saint-Germain de Champions League te bezorgen? En dat talent heeft hij zeker. Hij heeft het op het WK laten zien. Hè. We kunnen de wedstrijd erbij halen. Het was mede dankzij hem dat Argentinië werd verslagen. Hij was in staat om AS Monaco naar de halve finale te loodsen. Toen was hij nog 2 jaar jonger. Dus ik zie hem wel in staat om Paris Saint-Germain naar de finale te loodsen. Mensen houden altijd van om spelers te vergelijken met spelers uit het verleden. Met wie is hij te vergelijken? Hij werd een aantal jaar geleden een nieuwe Henry genoemd. Als je hem ziet voetballen, dan begrijp je wel waar dat vandaan komt. Maar ik moet bij hem meer denken aan Ronaldo, of de echte Ronaldo, de Braziliaanse Ronaldo. Die natuurlijk op 17-jarige leeftijd bij PSV binnenkwam en dan in de Eredivisie een openbaring was. 30 doelpunten maakte in zijn eerste Eredivisie seizoen. Daarna Barcelona onder andere, Inter. Hij doet me een beetje aan die Ronaldo denken, de jonge Ronaldo. Hij is heel doelgericht, hij is waanzinnig snel. Ik heb Kylian Mbappé ook eens van eigen helft een doelpunt zien maken. Hè, dat hij dus een hele verdediging voorbij raast. Dus het is een combinatie van Thierry Henry en de echte Ronaldo. Dat is Kylian Mbappé. Jadon Sancho, de smaakmaker van Borussia Dortmund. Wat maakt hem echt een van de grootste talenten ter wereld? Nou, ook weer die snelheid. We hebben de snelheid benoemd bij Kylian Mbappé. Maar ook de combinatie van snelheid, van techniek. En ook van ploeggenoten die om je heen bewegen. Hè. Een hele complete voetballer. En op een snelheid, die is jaloersmakend. Het is echt de handelingssnelheid met aan de bal, maar ook zonder bal. Het is ook een jongen die op vrij jonge leeftijd ook begrijpt dat het niet alleen gaat om de acties naar voren toe, maar naar zijn trainer luistert, Lucien Favre. Die eist van hem ook dat hij die meters terugmaakt. En dat op die leeftijd al begrijpen en ook uitvoeren, ja, dat is wel bijzonder. En het is wel opmerkelijk hoe dingen kunnen lopen. Hè. Iemand die bij Manchester City niet aan de bak komt, niet eens bij de wedstrijdselectie zit, dan voor Borussia Dortmund kiest, voor weinig geld eigenlijk vertrokken is bij Manchester City en dan in de Bundesliga na een aanpassingstijd van 6 maanden slechts, meteen er staat vanaf het begin van het seizoen en een van de sleutelspelers is geworden van Borussia Dortmund. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe snel dat kan gaan. Hij is niet de enige jonge Engelsman die doorkomt. Zit daar een goed beleid aan de grondslag of is het een beetje toeval dat ze nu doorkomen, die jongens? Nou, er is wel een aantal jaar geleden natuurlijk bij de Engelse Bond is er wel wat een en ander veranderd. Hè? Met Gareth Southgate als de man achter de schermen die dat heeft geïnitieerd. Er is heel veel geld daarin gepompt bij de Engelse nationale ploeg. Ook op de jeugdteams, die hebben natuurlijk geweldig gepresteerd. Jadon Sancho was van de onder 17 licht in die wereldkampioen geworden, is het grote talent. Een nog groter talent dan Phil Foden. Alleen Jadon Sancho werd destijds, toen het WK onder 17 bezig was, werd hij halverwege teruggeroepen, hè, door Peter Bos, die toen trainer was van Borussia Dortmund. Ze hadden spelers tekort. Dus hij is geen wereldkampioen geworden met de onder 17. Of hij miste die finale, die Engeland won van Spanje met 5-2. Maar hij was van die lichting het allergrootste talent. En dat zie je nu wel terug natuurlijk in de Bundesliga. Want hij is, in Duitsland zeggen ze een sensation. Maar hij is echt een sensatie. We hebben natuurlijk alle sterren van nu. Neymar, Messi, Ronaldo. Nou, dan kun je Jadon Sancho straks bijrekenen. Kylian Mbappé bijrekenen. Marcus Rashford, die kun je erbij rekenen. Vinicius van Real Madrid kun je erbij rekenen. Dat zijn wel de sterren, de supersterren van de toekomst.